Wow, kijk nou joh, een doline. Ah, die is diep, hè? Hallo! Oh, ja, 10 meter. Ja, in sommige gebieden, zoals in de Develui in Frankrijk, of hier in de Gimmi, bij de Wildstrubel in Zwitserland, maar ook in Oostenrijk heb je dus typische dolinegebieden. Ja, dat is echt een alpine gevaar, want bij mist, of je let gewoon niet goed op waar je loopt, kun je er zomaar invallen. En moet je voorstellen, als het net gesneeuwd heeft, ja, dan krijg je misschien wel een sneeuwbrug en dan zak je erin. Het is gewoon eigenlijk zoals op de gletsjer, alleen je loopt hier natuurlijk nooit aangeleind. Dus let op, een alpine gevaar. Sommige massieven, meestal met kalkgesteente, is het bekend dat je daar heel veel dolines hebt. En sommige staan ook echt aangegeven op de kaart. Dus je kunt er rekening mee houden. En het is echt mooi om te zien, joh. In gebieden zoals de Vercors heb je natuurlijk ontzettend veel grotten. En dan kun je ook zo'n grot in of een doline met een speleoloog. En dat is echt een spektakel. Hartstikke leuke activiteit ook voor in de zomer.